Kijk, voor plassen krijg je een tientje. Zo, en poepen? Nou, dan ja. Ga ik nog een keer. Yes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Het leven is inmiddels hartstikke duur geworden. De inflatie is met bijna 10% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Je gaat naar het tankstation, auto vol, janken. Je loopt naar de supermarkt, boodschappentas vol, janken. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de energieprijzen. Kortom, mijn portemonnee die is leeg. En ik denk die van jullie ook. En ik ga vandaag even kijken of ik dat kan oplossen door een ouderwets heitje voor een karweitje. En dat doe ik natuurlijk in Hartje Gooi, in deze prachtige filewijk. Want als er ergens nog geld zit, dan is het hier. Goeiedag. Ik dacht, ik heb ontzettend last van de inflatie. Laat ik eens aanbellen om te kijken of ik een heitje voor een kwijtje kan doen. Ik zat te kijken, ik dacht misschien het gras weer gemaaid worden. Staat erg hoog. Ga ik al, dat klopt allemaal. Nee, maar ik... Sorry. Oké, nou helaas. Fijne dag. Hij was het wel ermee eens dat het gras een beetje hoog was. Maar ik hoefde het niet te gaan maaien voor hem. Helaas, niet thuis. De mensen zijn allemaal hard aan het werk. Dat moet ook wel als je in zo'n huis woont. Heeft u misschien een heitje voor een karweitje? Nee, ik kan je niet helpen. Nee? Nee. Gaat nog niet echt lekker, hè? Weer niemand thuis. Ik heb nu niks. Oké. Okay. Maar als je het... Jij kan mijn telefoonnummer opschrijven. Ja. Ja, ik heb geen kaartje, nee. En wat kan je? Ja, ik ben gewoon heel handig, dus ik kan ook schilderen bijvoorbeeld. Oké, ik ga even hier overleggen en dan ben ik bij jou op. Super, nou, ja? Hartstikke goed. Dank fijne wel. Dag. Oké, hetzelfde. Dank, tot ziens. Wie weet word ik nog gebeld vandaag. Dat zou kunnen. Hallo. Hoi, goeiedag. Ik heb ontzettend last van de inflatie, dus ik dacht wellicht kan ik bij u een heitje voor een karweitje doen. Ja hoor, kom maar door. Dat ging makkelijk. Je mag de banken uitzuigen. De banken uitzuigen? Ik verzin maar iets. Ja, dat vind ik een hele goeie. Je maakt het nog viezer. En weet je wat het erg is? Thuis doe ik dit nooit, hè? Jij vond dat ik niet hard genoeg gewerkt had? Het karweitje is klaar. Ik vind het hartstikke goed gedaan. Ja, u vindt dat ze het goed hebben gedaan? Ik geef je 20 euro, want ik vind het een ontzettend leuk initiatief. Nou, dat is super. Ik denk dat Bram een ijsje heeft verdiend ook. Krijg ik ook nog een ijsje van jou? Wauw. Dat is wel helemaal mijn geluksdag. Van jou? Dankjewel, Bowie. De eerste score is binnen. Een lekker ijsje. En 20 eurotjes, zeg. Nog een goed begin. Ik heb weer een heitje voor een karweitje gescoord. Hier achter me mag ik de ramen gaan lappen. De spulletjes worden daarvoor eventjes gepakt. En dan kan ik gaan beginnen. Kan ik helemaal niet ramen lappen, maar dat komt vast goed. Bent u een goede poetser of valt het tegen? Nou, ik ga in elk geval mijn stinkende best doen. Nou ja, je best is voldoende. Dat is goed. Toen ik vandaag hiermee begon, had ik niet verwacht dat ik zou eindigen als sekswerker. Nou, dat lappen dat gaat me aardig goed af. Maar ik vraag me ondertussen wel af wat zij zo meteen gaat lappen. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het prima. Ja, heb ik het goed gedaan? Ja, heel goed. En vindt u het ook een heitje waard? Ja, ja, ja. Ik moet je vertellen, hè. Nou, je mag alles hebben wat ik heb. Kijk eens aan, dat is een hele berg. Heel erg bedankt. Ik wens jullie heel veel succes. Dank u wel. Ik vind het een ontzettend leuk initiatief. €3,15. Is toch best prima. Op naar de volgende. Nou, het aanbellen wil nog niet heel erg lukken. Dus ik dacht, ik ga even naar de plaatselijke supermarkt om mensen te helpen hun boodschappen zo naar de auto te tillen. En dan achteraf zeggen van, hey,
voor niks gaat de zon op, hè? Ook een beetje voor betalen natuurlijk. Kan ik u helpen uw boodschappen naar de auto te tillen? Nee hoor, dankjewel. Nee? Oké. Okay. Is u hulp nodig met uw boodschappen naar de auto? Nee? Dit is zo fucking gênant. Een gast van 27 die vraagt om even je boodschappen naar de auto te brengen. Het lijkt toch gewoon alsof je een of andere crimineel bent. Heb jij toevallig hulp nodig met je boodschappen naar de auto? Nee, dankjewel. Nee? Oké. Okay. Nee? Niet zo zwaar? Oh. Heeft u een handje nodig, meneer? Nee? Nodig. Dankjewel. Heeft u een handje nodig, mevrouw, met de boodschappen? Nee? Wat ben ik hier ook aan het doen, hè? Dit is zo ongemakkelijk. Alsof ik iemand kan helpen. Ja, dit is kansloos natuurlijk. Er is echt niemand die denkt van ja, help mij maar. Want jij bent niet een of andere totale creep of zo. Dus laten we gewoon nog maar een paar keer ergens gaan aanbellen. Want tot nu toe werkte dat beter dan dit, in elk geval. Goeiedag. Ik heb ontzettend last van inflatie. Heeft u misschien een heitje voor kwijtje voor mij? Mag de boel aanvegen misschien of het onkruid verwijderen? Ja, als je dat zit in de vegen, heel graag. Ja, nou, geen probleem. Kijk, dan kan je zo op weg vliegen. Precies, dat is de bedoeling. Super. Welk stukje mag ik vegen? Als je gewoon het pad kan vegen, heel graag. Ja, dan ga ik dat doen. Top. Heel top. Dankjewel. Geen probleem. Ik kom uit een boerendorpje, dus ik ben ook helemaal in mijn element zo. Ik ben zo bang dat mijn vriendin dit straks ziet en denkt dat ik dit ook allemaal thuis ga doen. Oh! Tot zover. Ja, nu kost het geld, hè? Zo, nou deze klus kan je mij ook wel opvegen. Nou, onwijs bedankt. Ja, graag gedaan. Vind je dat ik het goed gedaan heb? Ja, heel goed. Ik waardeer het verschrikkelijk dat je minimaal 3 uur mee bezig bent geweest. Ja, hè? Dus, dankjewel. Wauw, dankjewel. Ja? Super, ja, daar doe ik het graag voor. Heel erg bedankt. Jij bedankt. Dan gaan we door naar de volgende. Yes. Dankjewel. Wil jij uit? Zij wil wel uit, denk ik. Ja? Ja. Nou, blijkbaar zie ik er zo vertrouwd uit dat mensen mij ook gewoon hun hond meegeven. Goed, ik moet even een rondje lopen met de hond. En dan zitten er weer wat extra knaken in mijn zak. Is toch lekker? Moet je niet plassen, Lily? Merk toch wel dat ik het leuker vind om een hond uit te laten dan dat ik zelf... uitgelaten wordt. Blaf, blaf naar hun. Nou, ik ben benieuwd of ik dit rondje ook nog wat verdiend heb. Hi. Hey Leo. Daar zijn we weer. Is gelukt? Ja, zeker. Oh, mop voor mij. Hey. Kijk, voor plassen krijg je een tientje. Zo, en poepen? Nou, dan ja. Ga ik nog een keer. Maar heel erg bedankt. Fijne dag. Jo, jij ook. Nou. Die is weer binnen. Ik begon vandaag met de vraag, kan je een beetje geld bijverdienen in deze moeilijke tijd van de inflatie door een ouderwetse heitje voor een karweitje? En het antwoord op die vraag is ja, want ik heb maar liefst €53,15 verdiend. Ik denk wel dat het er ook een beetje mee te maken had dat ik in het gooi ben. Het kostte me wel een hele dag en een heleboel afwijzingen. Maar goed, het is toch lekker. Dus ik ga met het laatste beetje zon dat we nog hebben van vandaag het terras opzoeken. En dan wil ik jou heel erg bedanken voor het kijken. Tot volgende week. Later.